Oktay Öztürk, man of the match. Dat heeft een tijd geduurd voordat je eindelijk man of the match werd. 9e wedstrijd is dit. Ja, klopt. Als ik eerlijk moet zijn, ik geef daar niet zo heel veel om. Voor mij is het belangrijkste dat we wedstrijden gaan winnen. En wie nou man of the match wordt, dat is een bijzaak. Precies. Je bent een teamplayer. Precies. Ja. En een teamplayer die nu rechts op het middenveld, waar je bij IJsselmeervogels ook altijd acteerde, nu beter voor de dag komt dan links. Ja, precies. Het is mijn positie. Ik heb daar al jaren gespeeld en de trainer heeft geprobeerd om mij linkshalf te laten spelen. En in het begin ging het wel, maar over het algemeen ben ik echt een rechtshalf inderdaad. Behalve op momenten dat je vanaf net een beetje aan de linkerkant lekker een vrije trap kan nemen. Ja, precies. Dan ga ik wel aan de linkerkant spelen. Maar zoals ik al zei, gewoon een rechtshalf speler. Ja. Zeker. En wat een leuke truc. Verleden jaar, ik heb in mijn radiocommentaar gezegd, verleden jaar alle corners van DVS, het leverde 0,0 op. En nu, langzaam maar zeker met die variatie, wow, dat is lekker. Dan kom je helemaal tot je recht, Oktay. Ja, klopt. Ik denk dat we voor de tv niet heel veel over moeten zeggen. Want komende wedstrijden, dan horen onze tegenstanders dat ook. Dus, dit is inderdaad een mooie variant en pakt goed uit twee keer. Dus lekker. Precies. Maar de volgende week dan komt de vochtdefensie er veel te vroeg uit. Die zoekt jou op en dan komt er ergens anders weer ruimte. Ja, precies. Dan staan onze luchtmacht voorin en die gaan hem erin koppen. Die tegenstander van vandaag die moet helemaal gek zijn geworden van jullie. Want het oude combinatiespelletje was weer helemaal terug, hè? Ja, we zijn gaan groeien elke week en ik moet wel zeggen dat het wel beter moet. Zoals je ziet, na die 8-0 zakt het even weg, dan zie je dat hun beter gaan voetballen. Dat moet eruit, maar we voetballen beter en dat moeten we nu doortrekken. Ja, want daarvoor, voor dat soort voetbal ben je hier naar DVS gekomen en dat kwam er in de eerste paar wedstrijden niet helemaal lekker uit, in de competitie althans. Ja, klopt. Alleen soms hoef je niet altijd voetballen te winnen. En soms moet je gewoon met 1-0 over de streep trekken. En daarvoor ben ik ook gehaald. Maar als het voetballend kan, en dat is ook mooi voor de supporters natuurlijk, dan zou het helemaal mooi zijn. Ik persoonlijk word ook heel gelukkig van de manier waarop je die penalties erin jast. Ja, ik ook. En ik hoop dat ik ze nog meerdere mocht jassen. Ja. Want je doet dat echt zo makkelijk, heerlijk. Ja, nou, makkelijk is het niet, maar... Maar het gaat goed. Hey, gefeliciteerd nogmaals, man of the match. Maar zeer zeker als teamplayer zijnde. Dank u wel.